Ik ben Nesta Gazi, kom uit Utrecht, ik ben 20 jaar. Mijn broer speelde dus al basketbal. En ik wist al dat hij het heel tof vond, maar ik had niet echt zin om te sporten. Want ik zat destijds op taekwondo en dat vond ik hartstikke tof. Maar mijn broer zei dus altijd van basketbal is cool. En op een dag liep ik door de stad met mijn vrienden. En ik had 6 euro in mijn broekzak. En toen liep ik langs de Game Mania. En zag ik een basketbalspel voor 4 euro. Toen dacht ik van ja, waarom niet, weet je wel. Ik ben best wel lang voor mijn leeftijd. En mijn broer vindt het cool, dus het zal ook vast wel goed bij mij moeten komen dan. En ja, toen kocht ik het spel. En na een maandje of zo was ik helemaal gek van de sport. The pass to Odom, feeds it to the middle, shoots. Odom threaded the needle with that pass and got his man for the inside. Ik speelde het vanaf mijn 14 tot mijn 16 in Nieuwegein, BC Newstars, omdat het landelijk niveau was destijds. En toen werd ik gescout voor Basketball Academy Zwolle. Toen ik 19 was, heb ik bij Landsteden gespeeld. En ja, toen wou ik toch even wat anders, want ik wou graag een overstap maken naar een professioneel herenteam. Het dichtstbij was Groningen. Dus toen ben ik naar Groningen gegaan bij Donar. Een jaartje in de jeugdopleiding gespeeld. En een jaar later naar het professionele herenteam. Agassi die overkwam van de onder 21. Vorig seizoen onder trainer Piet Miller 13,6 punten gemiddeld per wedstrijd. 11,7 rebounds. Deze Nesta Agassi. Het was echt gelijk bam, een klap van de realiteit hoe basketbal is en wat professioneel basketbal is. Dus dat was zeker zwaar en het heeft me ook vooral mentaal getraind. Vooral in combinatie met corona, voor iedere topsporter wel. Dit is een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt. En het is gewoon hartstikke moeilijk. Mentaal, fysiek, de lockdowns die we allemaal hebben meegemaakt. En daarom kan ik oprecht zeggen dat ik het een moeilijk jaar vond. Moeilijk, maar heel leerzaam. De keuze voor de Hans Hogeschool was omdat ik wou dus HBO gaan studeren. En ik ging met Donar spelen. Ik had mijn opleiding MBO Sport en Wegen in Zwolle afgerond. En ik dacht van ja, praktisch gezien is het toch wel makkelijk als ik in de buurt van mijn basketbal ga studeren. En ja, toen dacht ik van de Hans is een ideale fit voor mij. Mijn vader en mijn moeder hebben altijd tegen me gezegd, ja, je moet gewoon een diploma op zak hebben. Niet lullig bedoeld, zeiden ze ook dan, maar je knieën kunnen ieder moment gewoon kapot gaan. Je sportcarrière kan binnen no time over zijn. En je moet altijd gewoon een maatschappelijke basis hebben om aan de bak te kunnen, ten alle tijden. Wat zou jij zeggen tegen een jonge basketballer, of misschien wel een andere jonge sporter, die overweegt om te gaan studeren? Ik zou zeggen, zorg dat je alle begeleiding gaat nemen die je nodig hebt. Ik dacht in het verleden vaak ook bij een volgstudie van, oh joh, ik kan het allemaal wel regelen, 2 vingers in de neus. Maar echt waar, als hulp wordt aangeboden, altijd gebruik van maken, altijd gebruik van maken. Door middel van meer mensen die op de hoogte zijn van sport in combinatie met studie, die zijn dan meerdere mensen zijn dan bereid je te helpen. En dat gaat alleen maar voor zorgen dat het er makkelijker op gaat worden en duidelijker. Mijn droom is in Europa op een hoog niveau. Zoals bijvoorbeeld in Italië lijkt me tof, of in Zwitserland lijkt me tof, of in Finland lijkt me tof bijvoorbeeld. Maar ik zou daarnaast ook graag mijn eigen business hebben, zodat ik wel vanuit zowel een maatschappelijke carrière kan doorpakken, als gecombineerd met mijn basketbalcarrière.